Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag praat ik met Ananka Koffie van de Ananka Koffie Workout Dansschool. We gaan een babbeltje maken met Ananka om ons wat meer te vertellen over zijn activiteit met de dansschool. Hij bestaat ongeveer nu een jaartje, dus ja, toch wel een mijlpaal om daar even wat over te vertellen. What made is a little Q-Time? Goeiedag Ananka, hoe gaat het met jou? Goeiedag hoor, Miranda. Het lukt best wel, en met u? Ja, hetzelfde, inderdaad. Het gaat. We doen allemaal ons best, hè? Elke dag opnieuw. Klopt. Ananka, jij ziet eruit als een hele enthousiaste jonge man. Vertel ons wat meer over jezelf. Ja, dat klopt. Mijn naam is Dennis Helder. Mijn artiestennaam is Ananka Koffie. Ik ben inderdaad een jonge man die heel veel van dans houdt, heel veel van kennis overdracht houdt. En dat probeer ik dan te combineren met dat van mijn dansworkout. Oké. Laten we beginnen bij die hele mooie artiestennaam van je. Waar komt dat vandaan? De naam Koffie is zo maar ik op de vrijdag ben geboren. Ja. Is een traditie die we hebben behouden van onze voorouders in Ghana. Ja. En een naam is een naam die een soort betiteling voor iemand van adel. Ze hebben dan bij gecombineerd Ananka Koffie. Oké, maar hoe verklaar je de adellijke achtergrond? Hoe ben je daarachter gekomen? Of heb je dat gewoon voor jezelf bedacht? Ja, dat heb ik mezelf gekozen. Ja. Maar ik gewoon die naam vind ik zelf Ananka, vind ik een soort passende naam om bij koffie te plaatsen. Oké, en wat betekent Ananka precies? Ananka is een dus eigenlijk als je kijkt naar de windindustrie, is het dat een naam is te geven aan een god van vluchtruim. Okay. De jou. Dus je hebt dat geleerd met Ananka jou. Dus daar geven ze aan dat het dan een wind is met een status. Ja. Oké. Ja. En ja, je mag dit eigenlijk niet vragen, hè? Maar is dat ook jouw windie? Onder andere ook, ja. Okay. Ja, het is eigenlijk een beetje persoonlijk, hè? Je mag het eigenlijk niet. Nee. Nee, toch? Maar goed, vertel ons wat meer over jouw hobby dans. Want het heeft jou wel geleid naar het opzetten van een dansworkshop, workout school. Klopt, ja. Ik ben verbonden aan de organisatie NAS al 20 jaar. Ja. En daar ben ik de artistieke leider van de dansgroep NAS Waruto. Ja. En NAS Waruto is gespecialiseerd in een traditionele Afro-Surinaamse dansstijlen. Dus we performen, we doen dansworkshops. Maar op een gegeven moment, naar de vrienden van me, en ook door families die me pushen van, ik probeer te verdienen hiermee, probeer meer te doen, dan zijn we met een idee van, doe een dansworkout met jouw type muziek, dansstijl waar je goed bent. Want ik deed mee aan Zumba een keertje, maar ik vond een beetje, Zumba is meer tribische, Latin, dat soort dansstijlen. Ik dacht van, laat me iets doen dat we echt focus op Afro-Surinaamse dansmuziek, dus Kawina Kaseko, en ook een beetje Afrikaans gerelateerd. Dus vandaar dat ik dan tot beginnen met een dansworkout. Okay. Die gefocust is op Surinaamse muziekstijlen en dansstijlen. Ja, oké. Maar je hebt dus echt ook een schooltje waar mensen dus inschrijven, ze komen naar jou toe, je geeft lessen elke dag. Ik heb twee klassen, eens op de maandag, dat is bij Artlab momenteel. Ja. En voor de mensen van dorp en omgeving is dat op de zondag bij Lily Hills. Okay. Daar heb je dan de twee klassen. Dus dat zijn de twee dagen en waarop je les geeft? Klopt, ja. Maar het is een Paramaribo. Hij is verdeeld tussen maandag is de dansworkout en vrijdag is de fitnessworkout. Heb ik een externe trainer, de heer Wissen, erbij. Zeg het nog dus een keer de naam, want je viel even weg. Wat is de naam van jouw fitness trainer? Ryan Wissen. Ja. Oké. Dus Martien hij geeft Wissen. Je fitness training. Ja, hij doet de fitness training op de vrijdag. Mm-hmm. Oké. Ik doe de danstraining op de maandag. Ja, en zondag. Maar dat is op Lelydorp. En zondag is dat voor Lelydorp. De mensen van Lelydorp. Oké. Maar oké, wat is je leeftijdsgroep aan wie je deze dansworkout geeft? Boven 20 jaar. Echt 20 jaar plus. Want ik heb ook mensen van 50, van 60 plus erbij.
Oké, en wat is eigenlijk de bedoeling? Is het de bedoeling dat het ook echt een workout is, of is het meer om de mensen de dansstijl aan te leren? Sowieso eerst is het een workout, maar me being me, hij doet zo iets leren karate. Maar het is meer workout, lekker zweten, lekker bewegen. Want ik zie ook veel feestjes waar mijn kansen spelen. Dat mensen gewoon dansen van links naar rechts, maar toch ook zweten. Ik vind van bewegen op de muziek, dus je gebruikt je hele lichaam. Dat probeer ik mensen daar ook bij te brengen. Dus bewegen, doe. Be shy, geniet van muziek en dans lief je uit, want dat is heel erg lekker en gezellig. Nou, oké, het is ook misschien een beetje valse schaamte, denk ik, op een feestje dat ze helemaal los willen gaan. Ja, precies, precies. Ja, oké, maar het doel Ja. is eigenlijk wel om de workout te hebben. Dat is het eerste doel. Ja, Ja, precies. Ja. oké. Heb Dus je. je moet dan door die workout, en dan kan je ook afvallen. Weet je? Je beweegt je zweet geweldig. Ik vraag die mensen, is sweet, absoluut geweldig. Ja, oké. Maar de muziek die je gebruikt voor deze workout sessies, dat is Surinaamse muziek, neem ik aan, hè? Yes. Ja. Ja. Ik gebruik Kawina, Kaseko, soms ook Awasa en Ja. soms ook Afrikaans. Ja, oké. En die muziek zoek je zelf. Ja. Ja, oké. Ik had gedacht dat je me nu zou zeggen, nee, je maakt het ook zelf. Nee, maar zo ver. Of Zo misschien ver. nog. Ik probeer wel te editen, maar misschien is het een lange trek, maar ik probeer wel te editen. En wat ook mooi van is, ik probeer ook een choreografie te maken. Ja, Het is oké. meer lijkt op een dansshow, maar het is gewoon een workout. Ja, oké. Dus je bent wel echt zeg maar met de workout bezig in de vorm van echt een dans, zeg maar. Precies, Oké. precies, precies. Heb je ooit erover nagedacht om dit ook te gaan doen met jongeren, dus jonger dan 20? Want ja, het is denk ik ook wel belangrijk om een stukje cultuuroverdracht te doen aan de kinderen, om het maar even zo te zeggen. Ja, Of laat me het ook zeggen, de jongvolwassenen. inderdaad. Dus ik wil nu voor deze periode kijken, als er interesse is, dan ga ik daar wel starten met jongeren. Ik ga dan beginnen bij leren om daar te beginnen. Want er was wel vraag van, doe je ook voor iets wat jongeren, maar wat nog geen animo had, als ik nog niet begonnen. Ja. Maar zodra er meer vraag is, dan zou ik het tegen beginnen met jongeren. Oké, je bent nu een jaartje bezig, hè, ongeveer een jaar geleden. Jawel. Hoe kom je erbij om in coronatijd dit te gaan doen, wanneer juist mensen niet op straat mogen en je weet toch, bezig zijn te overleven? En Ja, dan. dus het was de periode toen er versoepeling was. Ja. Dus toen mocht er een groep van 50 nog bij elkaar komen. En bij uitleg had je dan markeringen waren, waarbij er toch wel afstand werd gehouden. Dus ik was begonnen met een groep van 20, 25 of 15 mensen zo. Afstand kon gehouden worden en mensen Ja. hadden wel zin om inderdaad hiermee bezig te zijn. Ja, Ja. want je moet je grijpen na dat je thuis te bezig wilt met bewegen en zo. Ja, oké. Goed, je hebt dus Het was wel interessant. op de maandag heb je een les, vrijdag is er een les en zondag is er les. En heb je maar één klas of heb je meerdere klassen op één dag? Het was begonnen met twee klassen per dag, maar door de tijd, want er kwam dan weer strenge maatregelen, dat toen is het dan een beetje verminderd. En de mensen begonnen weer dingen op te pakken, waardoor ik nu gewoon één klas heb beide dagen of al die dagen. Goed, very nice. En ik vind het leuk dat niet alles in Paramaribo is, maar dat je ook buiten Paramaribo bezig bent op Ja, Lelydorp. precies. Maar nu kijk ik ook vragen komen, wanneer kom je naar Komen of wanneer kom je naar Natuur? Ja. Maar ik moet daar ook verschillende locaties vinden. Woon je zelf op Lelydorp? Nee, ik ben op Hanaslus. Ergens in het midden. Ja. Oké. Klopt. Goed, Ananka Koffie moet ik jou noemen. Ik wil je hartelijk bedanken voor het gesprek en heel erg veel succes toewensen met jouw dansworkoutschool. Laten we kijken over een jaartje om te kijken. Misschien ben je dan in alle districten al vertegenwoordigd. Want jij geeft op dit moment wel nog zelf de les, hè? Ja, klopt. Ja, Ja. oké. Klopt. Is goed. Laten we kijken als je inderdaad wat talent kan vinden en you never know waar je dan naar Precies. uit kan groeien. Heel erg veel Dat zou ik succes heel ermee. plezierig vinden. Is goed. Dank je wel. Oké, dankjewel. Bye. Fijne dag. Doei. Zelfde.
Dat was dus de Q-time met Ananka Coffee. En deze jongeman is ongeveer een jaar geleden gestart met het oprichten van zijn eigen dansworkout school. Waarmee hij eigenlijk de Surinaamse dansstijlen gebruikt als stijl voor de workout. Zeker uniek en heel creatief gevonden natuurlijk. Hij heeft nu op dit moment de klasse in Paramaribo actief en ook op Lelydorp als u interesse mocht hebben. Hartelijk bedankt voor het hebben willen kijken naar deze aflevering van Q-Time en tot de volgende keer. Goeiedag. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.